De gezelligste tijd van het jaar komt er weer aan. De dagen worden korter, het wordt sneller donker. Reden genoeg dus om ook in het huis het zo gezellig mogelijk te maken. En dat is wat we vandaag gaan doen. Ik ga jullie namelijk vandaag laten zien hoe je eigen drijfkaars kan maken. Dus kijk mee. Oké, wat heb je hier allemaal voor nodig dan? Eigenlijk niet zo erg veel. Namelijk een glazen pot, een beetje water, een stukje keukenpapier en een drijvertje voor het lontje. Maar ik vond het ook wel leuk om er wat herfstding aan toe te voegen. Dus ik ben naar buiten gegaan en ik heb wat takjes bij elkaar geraapt. En wat andere leuke dingetjes, wat besjes, et cetera, et cetera. En die ga ik ook verwerken in het potje. Maar voordat ik dat kan doen, moet ik er wel voor zorgen dat die niet gaan rotten. Of dat ze gaan vervallen in het water. Dus ik ga ze eerst inspuiten met blanke lak. Oké, de takjes zijn nu droog. Ik heb ze een laag blanke lak gegeven. Ik was nog wel iets vergeten te vertellen. Je hebt ook nog slaolie nodig. Waarom heb je dit nodig? Dit is namelijk de brandstof die ervoor zorgt dat jouw kaars gaat branden. En het is nu tijd om die kaars te gaan maken, dus kijk mee. Zorg ervoor dat er minimaal 1 centimeter slaolie in staat. Dat is voldoende voor een kaars die wel tot 24 uur meegaat. Dan is het nu tijd om de lont te gaan maken. En dat is heel erg makkelijk. Ik heb hier een heel klein stukje keukenpapier. Die ga ik heel strak oprollen. En die knip ik op ongeveer 1 centimeter af. Zo, dit is ons lontje. Het lontje die stop ik in het gaatje van de drijver. Dat is hem. Leg de drijver voorzichtig op de laag slaolie. En wacht ongeveer 30 seconden. Dan kan de olie in de lont trekken. Behalve dat deze kaars natuurlijk super makkelijk om te maken is en ook hartstikke goedkoop, is het ook een van de meest veilige kaarsen die je kan hebben. Als het potje namelijk omvalt, dan valt hij meteen onder het water en dat dooft de vlam. Het geeft natuurlijk wel wat troep, maar ja, liever dat dan dat alles in de hand staat natuurlijk. Er zijn heel veel combinaties mogelijk en doe dat dan ook. En laat ons weten wat jij daarvan hebt gemaakt door een reactie te plaatsen. Vergeet je dan ook niet te abonneren, geef een duimpje omhoog en deel met iedereen die je kent. En dan zie ik jou de volgende keer bij Handig. Dat is handig!